Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Van de Bos. Ik lees enkele woorden uit Efeze 4, versen 7 tot en met 10. Schrijft de apostel Paulus: aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er: toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op. Wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Luisteraars, het is best een ingewikkeld Bijbelgedeelte. Ik concentreer mij alleen op het eerste vers. Aan ieder van ons is genade geschonken, naar de maat waarmee Christus geeft. Het valt me op dat Paulus schrijft dat we allemaal wat ontvangen. Niemand is uitgezonderd. Paulus zegt het hier met grote nadruk: aan ieder van ons. Niemand blijft met lege handen achter. Dat is heel wat anders dan toen ik vroeger, als ik jarig was, de klasse van wat toen nog de lagere school heette, langs ging om te trakteren. Natuurlijk, alle klasgenoten uit mijn eigen klas kregen iets van de tractatie die ik voor de gelegenheid had meegenomen. In de andere klassen kreeg alleen de juf of de meester iets lekkers en een paar vrienden. Alleen degene met wie je goed kon opschieten. Voor degene die niets kregen was dat niet leuk. Zij bleven met lege handen achter. Bij Jezus is het anders, schrijft Paulus. Hij geeft aan ons allemaal, aan ieder van ons. Paulus schrijft deze brief aan de gemeente in Efeze, aan ieder van al die leden die tot de gemeente in Efeze behoorden. Leden met een heidense achtergrond, die er misschien al generaties lang gewoond hadden. En gemeenteleden met een migratieachtergrond, misschien wel gemeenteleden met een Joodse achtergrond. Aan iedereen in de gemeente en zelfs daarbuiten. De betekenis van deze woorden van Paulus is niet alleen maar voor de gelovigen in Efeze. Het is evenzeer een realiteit voor de gelovigen in Korinthe, in Galatië, in Rome en waar ook maar ter wereld. Jezus Christus heeft iets geschonken aan al die gelovigen, aan hen allen. En zo zeg ik er maar vast bij, ook aan ons allen is genade geschonken. Genade. Ik denk dat de meesten van ons best een idee hebben van wat genade is. Als je een synoniem ervoor zou moeten noemen, vermoed ik dat je vergeving noemt of verzoening. Genade heeft vaak de betekenis dat schuld wordt weggenomen, zonden worden weggewassen. In deze woorden van Paulus moeten we toch iets anders in lezen. Genade in dit vers heeft vooral te maken met genadegaven. Gaven van de geest, die je uit genade krijgt. Dus gaven die je niet hoeft te verdienen, maar die je om niets ontvangt. Die gaven hebben een doel. Gaven dienen niet jezelf. Gaven dienen niet je eigen geloof in God. Ze dienen ook niet je eigen vertrouwen op God. Ze dienen ook niet je eigen geloofsovertuiging. Nee, genadegaven die je ontvangt van Christus dienen de ander. Ze zijn jou en mij gegeven om de ander te dienen. Te dienen zoals Jezus zelf het ons heeft voorgedaan. De gaven die je ontvangt richten zich op het geloof van de ander. Op het welzijn van de ander. De gaven zijn bedoeld om te dienen in de opbouw van de gemeente. En die gaven waar Paulus het over heeft, ontvang je naar de mate waarmee Christus geeft. Met welke maat geeft Christus? Wat Paulus ons met deze woorden duidelijk wil maken, is dat Christus niet met een menselijke maat geeft. De menselijke maat is vooral de maat van de beloning. Je krijgt wat
omdat je iets verdient. Je krijgt wat omdat ik je aardig vind. Denk maar even aan dat voorbeeld dat ik noemde van die tractatie op school. De andere klasse waar ik langs ging. En niet alleen ik deed het zo, nee, iedereen op school. De andere klasse gaf je iemand iets als je die ander heel aardig vond. En je vond die ander aardig omdat hij of zij aardig tegenover jou was. Het snoepje of de mandarijn van de tractatie was een beloning. Bij Jezus Christus ligt dat heel anders. Als hij ons zou geven naar wat we verdienden, dan ontvingen we niets. Goddank, Jezus geeft uit genade. Al verdien je het niet om een gave te ontvangen ten dienste van de gemeente. Je krijgt die gave wel, uit genade, om niet. Het tweede dat Paulus duidelijk wil maken met de woorden dat aan ieder van ons genade is geschonken, naar de mate waarmee Christus geeft, is dat je die gave overvloedig ontvangt. Christus houdt zich niet in wanneer hij geeft. Hij geeft overvloedig. De gaven die hij geeft zijn de gaven van de geest. En de geest is overvloedig uitgestort. Het is Pinksteren geweest. Zo kan u, aan jou en aan mij, heeft Christus gaven geschonken. Uit genade. Overvloedig. Om de gemeente op te bouwen. Neem deze woorden vandaag eens mee. En denk erover na welke gave Christus u en jou heeft geschonken, waarmee jij de gemeente mag dienen. Niemand blijft met lege handen staan. Niemand kan gemist worden. Iedereen is nodig, omdat Christus zelf iedereen inzet in zijn dienst. Ook u en jij bent nodig. En je bereid je gave in te zetten om mee te helpen bij de opbouw van de gemeente. Laten wij samen nog bidden. Heer onze God, wij danken u voor die boodschap die we ook nu weer mochten horen. Christus schenkt overvloedig. Hij schenkt naar zijn eigen maat. De maat van de overvloed. De maat van de genade. Wij danken u dat wij genade ontvangen, genadegaven ontvangen. En dat u ons daarmee roept om die gaven ten dienste te gebruiken van uw gemeente. Wij bidden u, wijs ons de weg om die gemeente te dienen. Leer ons oog te hebben voor de gaven die u ons geeft, zodat we die kunnen gebruiken. Geef ons bereidheid van hart om ons in te zetten voor uw werk. Dat bidden wij van u in Jezus' naam. Amen.